Tijdskrediet. U heeft die term wellicht al eens gehoord. Maar wat betekent dit nu precies? Het tijdskrediet is een systeem dat werknemers in de privésector de mogelijkheid biedt om hun arbeidsprestaties tijdelijk te onderbreken of te verminderen. Na de onderbreking kunnen ze terug aan de slag in dezelfde functie, in dezelfde onderneming. In ondernemingen met meer dan 10 werknemers is het tijdskrediet een recht voor werknemers, wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan. Tijdskrediet is niet hetzelfde als het thematisch verlof, dat we in een andere video toelichten. Er zijn hoofdzakelijk twee vormen van tijdskrediet. Een eerste vorm is tijdskrediet met motief. De mogelijke motieven zijn wettelijk bepaald en worden opgedeeld in twee categorieën: zorg en opleiding. De onderbreking kan bestaan uit het voltijds, halftijds of met 1/5 onderbreken van de arbeidsprestatie. De maximale termijn voor het motief zorg is 51 maanden, voor het motief opleiding is dat 36 maanden. Tijdens het tijdskrediet met motief kan onder bepaalde voorwaarden een uitkering van de RVA verkregen worden. Een tweede vorm van tijdskrediet is een landingsbaan. In een landingsbaan hebben werknemers van 55 jaar en ouder, of vroeger onder bepaalde voorwaarden, die tenminste 25 jaar gewerkt hebben en tenminste 2 jaar anciëniteit hebben bij een werkgever, de mogelijkheid om hun arbeidsprestaties af te bouwen en rustig naar hun pensioen toe te werken. Zij kunnen halftijds of 1/5 tijdskrediet nemen met in bepaalde gevallen een hogere uitkering. Wat in de privésector tijdskrediet heet, noemt men in de federale openbare sector loopbaanonderbreking en in de Vlaamse openbare sector zorgkrediet. Die verschillen op sommige vlakken van het tijdskrediet in de privésector, maar de algemene insteek is dezelfde. Werknemers de mogelijkheid bieden hun werkleven te onderbreken voor zorgtaken of opleiding. Dit is alle tijd die we hier hebben. Voor nog meer over wat deze begrippen nu precies zijn, verwijs ik naar de website van UGent@Work.